Ik heb hier in deze laatste video het woordje klap gemaakt. Want als je uiteindelijk deze opdracht klaar hebt, dan kan je echt wel uh, klappen voor jezelf. Want dan heb je een hoop uh, geleerd. Uh, ja, hoe doen we dat nou precies? Het opbouwen van een, van een woord met meerdere letters. Nou, als je meerdere letters op hun eigen laag bij elkaar hebt staan, in hun eigen composition, dan kan je daar protected regions bij uh, maken. Dus je kan vastleggen wat het intro is, waar de letter wordt opgebouwd, en wat het outro is, waardoor de letter uiteindelijk weer netjes gaat verdwijnen. Nou, die tijd die wil je graag responsive hebben. Die wil je langer en korter kunnen maken zonder dat je uiteindelijk die intro en die outro uh, gaat versnellen of vertragen. Dat wil je niet hebben. Um, en wat we hier dus hebben is dat als ik hier bijvoorbeeld de letter L oppak aan het einde en ik sleep hem naar rechts toe, dan zie je dat die protected region, dat blauwe gedeelte hier waar de L weer netjes terug animeert, um, dat het in zich heel opschuift en uiteindelijk die animatie later gaat beginnen. En dat is heel erg fijn als we dus met meerdere letters gaan werken en daar dus een woord van gaan maken. Dan wil je een mooie timing hebben. Dat doen we met die protected regions, die intros en outro's. Hoe werkt dat? Laat ik je zien aan de hand van de K. Want daar is nog niet zo heel erg veel in gebeurd. Ik heb daar alleen nog maar het introotje gemaakt. En verder blijft hij eh, staan tot het einde van de composition van deze, van deze K. Dus we gaan die composition induiken en hem eerst even afmaken. Met een dubbele klik opent de composition. Hè, dan zie je dus hier eigenlijk een tweede tabblad komen waarin alleen die K zit. Eh, en dus ook alleen die animatie hier. Nou, ik vind hem eigenlijk wel heel erg lekker. Um, en ik wil die animatie die nu best wel goed gelukt is, um, omdraaien en aan het einde ook weer plaatsen. Um, en dat doen we door middel van ook weer een pre-compose te maken. Dus als ik deze lagen selecteer, alle lagen waar de animatie in zit, die, die guide layer, die laat ik even achterwegen. Um, daarmee doe ik een rechter muisknop en kies ik voor pre-compose. En dit is de. de ja, beeld of animatie of wat ook maar een duidelijke naam is. Hierin zit de animatie van de K en die wil ik graag gaan dupliceren. Dus ik doe Command C, Command V of een Command D van duplicate en ik heb diezelfde laag nog een keertje. Wat nu kan ik zeggen tegen deze laag? Ik wil hem graag omdraaien dat het eerste, de eerste seconde aan keyframes aan het einde komt, maar dan gespiegeld. Moet wel logisch zijn toch? Rechterhuisknop. Time en vervolgens Time Reverse Layer. Daarmee draait hij de laag exact om. Um, en is hij dus al in beeld aan het begin. Dan zien we de andere animaties tussendoor lopen. Dus eigenlijk zou het mooi zijn als we hier aan het begin uh, het begingedeelte eraf gaan snoepen. Op deze manier. En hier aan het einde van de andere laag het einde juist weer gaan afsnoepen. Het mag best een beetje overlappen in het midden. Dan weten we zeker dat hij in beeld is. En dan krijgen we dus deze animatie. Ik speel even me af met de spatiebalk. En zie je dus een mooie opbouw, een aantal seconden stilte en hij bouwt weer netjes af. Nou, tot waar loopt nou precies die opbouw? Nou, die loopt tot als het strijpje, als de, tot de stroke helemaal compleet is. Pas, daar is die. Um, dus tot hier wil ik eigenlijk een intro gaan vastleggen. Nou, daarvoor gaan we naar composition, responsive design time. En dan kun je dus een intro gaan maken. De intro pakt niet gelijk de volledige tijd. Maar ik kan wel deze intro langer maken. Het is eigenlijk gewoon een marker die we wat breedte geven, wat tijd geven. Uh, en dan is dit de intro. En deze area is dus nu protected. Die is nu vastgelegd. Daar kunnen we eigenlijk niet bij aankomen. In een andere composition. Um, en hier zien we dat die weer terug gaat. Dus vanaf hier wil ik eigenlijk ook weer een outro hebben. Wederom composition, responsive design time. En dan outro. Wederom die opengebroken marker hier aan het einde. Die kunnen we langer maken tot aan hier. Oh, laat hem even goed oppakken op de marker zelf. Tot aan het einde. Um, in de composition zelf hier merk je het eigenlijk helemaal niks van. Behalve die blauwe kleur in je tijdslijn. Dat is een mooie visual, zeker als je heel veel laag hebt. Um, maar hier nu in de main composition van het hele woord. Um, daarin kunnen we nu ook die markers die we hebben aangemaakt oproepen. Je ziet nu nog steeds het verschil. Tussen de lagen waar al wel die marken in zit, die protected area, en onze kaart die dat nog niet heeft, nou, hoe ga je die nu updaten? Nou, dit is wat we hier hebben, is een laag en die laag heeft dus markers in zich, waarvan de main composition eigenlijk nog geen weet heeft. Dus ik ga naar layer, vervolgens naar markers en dan vinden we hier de update markers from source. Wat? Hier zien we de markers netjes bij en zien we ook dat die netjes zijn ding gaat doen. Dus ik nu deze 10 seconden lange main composition. Laten uh, we even wat gaan uitzoomen dat we hem helemaal hebben. Als we de K nu helemaal tot hier laten gaan, die mag helemaal tot het einde blijven. De L juist weer een stukje korter. De A nog een stukje korter. En uiteindelijk de P. Dat betekent dus dat de P als eerste weggaat en uh, als laatste de, de K. Nou, laten we even kijken naar het resultaat. Spaatsbak Mooi opbouw. Even geduld nog. En alles gaat weer achterstevoren en verdwijnt weer. Wanneer jouw letters voldoen aan deze eis, dan kunnen we met elkaar er dus ook woorden van gaan maken. Dus het is echt wel belangrijk dat in jouw composition, in bijvoorbeeld mijn capital K, capital L, alle letters die ik gemaakt heb, ook daadwerkelijk ook die intros en outros plaats. Want dan maak je het je uiteindelijk een heel stuk makkelijker als je zo'n heel woord gaat animeren. Stel je voor dat deze nu helemaal af is. Uh, uiteraard in de echte opdracht hoort daar nog een heel stuk uh, fotowerk achter van de diverse excursie destinations die je gaat maken. Maar stel je voor deze is helemaal af, dan wil je hem natuurlijk gaan exporteren als een mp4 bestandje. Dat doen we met behulp van een media encoder. Dus vanuit hier, file, kunnen we hem gaan exporteren. Export en dan de media encoder queue. De render queue geeft je geen mp4 uh, en die willen we wel hebben uiteindelijk. Dus ik kies voor de Media Encoder Queue. Dan zie je ook de Media Encoder hier opstarten. Het bestandje wordt hier geladen in de queue, dus in de wachtrij. Kijk, daar zou je hem hebben. Dus we gaan hem opstaan als een h264 Dat geeft jou een MP4-tje uiteindelijk. De Match Source vind ik in dit geval prima. Hij blijft net zoals de bron een vierkant filmpje. En ik kies nog wel even op die blauwe tekstje aan het einde. Want ik wil natuurlijk wel ergens op een logische plek op gaan slaan. Nou, dat is in mijn desktop in mijn letter animated bestand. En dit is uh, klap. Export final. Save. En als ik er helemaal blij mee ben, dan kan ik op de groene pijl klikken rechtsbovenin. En rendert hij mijn bestandje uit. En geeft aan dat hij dan is het groene vinkje. Dus hier hebben we onze video staan. Nou, hartstikke netjes. Lijkt mij een applausje voor jezelf. En tot de volgende.